Dit is de videotutorial hoe maak ik van een tekstlink of van een afbeelding een link waardoor er een mooie pop-up in dimmed layer style in uw pagina komt van een YouTube of een Vimeo filmpje, zoals ook wij dat hebben gedaan bij onze videotutorials. Oké, nou als eerste, gaan we inloggen weer. Nou, niet opslaan, nee, dank u. Vervolgens zien we hier dus weer het edit symbool. Ik klik daarop, dan krijgen we weer de tekst editor, wel bekend vaak. Ik maak wat ruimte, zodat ik het duidelijk kan laten zien. Nou, en vervolgens maken we eerst een tekstlink. Ik typ wat tekst, klik hier om de nieuwe clip van de self-employed te bekijken. Zo. Nou, dan doen we het net zoals dat we normaliter een link maken. We selecteren een stukje tekst. We kiezen voor het link symbool. Oké, dan moeten we eerst de URL van het filmpje invoegen. Nou, daarvoor gaan we naar YouTube en we gaan naar het desbetreffende filmpje. En dan kopiëren we de link van het filmpje. We gaan weer terug naar de teksteditor en we voeren die link hier in het veld URL. Nou, vervolgens is de volgende stap dat we gaan naar het tabje pop-ups. En kiezen we als type JCE MediaBox pop-ups. Nou, hiermee vervaardigen we dus een link waardoor een pop-up verschijnt. Nou, vervolgens willen we geen pop-up icon. Dat plaatst namelijk een icoontje bovenop, of in dit geval naast de tekst. Nou, dat vinden we niet zo mooi. En we kunnen de dimensions invoeren. Dat hoeft niet, maar het kan wel. Ik ga het eerst zo laten zien. Ik insert dit en ik zie dat hier inderdaad een linkje van heeft gemaakt. Ik sla dat op. Nou, vervolgens zie ik inderdaad, het is een linkje. Nou, en als we er nu op klikken, dan komt er dus een mooie, in een zogenaamde dimmed layer style, een pop-up van het filmpje. Dat ziet er ontzettend netjes uit. Nou, het is een beetje een klein vlakje, terwijl de video in high definition is. Dus dat kunnen we groter maken. Maar dat laat ik zien bij het maken van een link van een afbeelding. Nou, dan gaan we weer naar het editen. We kiezen een plek waar we de afbeelding willen. Je kunt dus gewoon of een frame uit uw filmpje gebruiken als afbeelding of een compleet andere afbeelding. Ik pak gewoon eventjes een willekeurige afbeelding. En die voeg ik in. Daar is hij. Selecteer hem. Ga exact ook weer naar hetzelfde symbooltje voor insert link. Plak de URL van het filmpje erin. Ga naar pop-ups. Kies voor JCE MediaBox. Pop-up icoon uit. Dimensions, die voer ik hierin. Het is een 16 staat tot 9 formaat. Ik gok dat ongeveer 720 bij 400 het formaat is wat ik wil in mijn pop-up. Ik kan dat later altijd aanpassen. Ik sla dit op. Oké, succesvol. Nou, u ziet als ik met mijn muis over het plaatje ga dat het inderdaad een link is. Ik klik erop. En daar hebben we de video in een veel groter formaat als de tekstlink. Nou, en dat ziet er verder hartstikke goed uit. Ik kan hier nog kiezen om hem in HD weergave. Dat is dan super scherp. Nou, en dat is eigenlijk alles. Super eenvoudig.